Hallo, ik ben Gijke en ik zit in het vijfde jaar Latijnwetenschappen. Hey, ik ben Ariaan en net als Gijke doe ik ook Latijnwetenschappen het vijfde jaar. Ik ben Hanna en ik zit in het vijfde jaar Latijn Moderne Talen. Ik ben Jan en ik zit in het vijfde jaar Latijn Wiskunde. Ik heb voor Latijn gekozen omdat ik graag talen doe. En Latijn biedt een heel brede basis voor allemaal andere talen, zoals Spaans, zoals Italiaans en nog vele andere. Ik doe ook dit jaar een seminarie Spaans en we kwamen binnen en het eerste wat de leerkracht zei was dat door de Latinisten dat die door een Latijn al een stukje voor zouden hebben op een Spaans. En dat merk je al snel. Ik heb voor Latijn gekozen omdat ik eigenlijk wel fijn vond om de teksten te vertalen. Eigenlijk vond ik dan, maar de grammatica vond ik eigenlijk niet zo fijn, omdat het meestal hetzelfde was en veel herhaling. Maar het vijfde jaar hoort eigenlijk meer de nadruk op die teksten. Originele teksten door bekende en onbekende schrijvers. En de grammatica wordt er geen toets meer van gegeven, maar je moet wel natuurlijk wel blijven kennen. Maar er komen ook stijlfiguren bij en verschillende schrijfstijlen die al die teksten wel interessant maken eigenlijk. Ik heb voor Latijn gekozen omdat ik heel graag taal doe en ik leer ook graag woordjes. En ik denk dat Latijn wel een goede basis is voor andere talen zoals Frans en Engels. Zeker bij de vocabulaire en bij het lezen van teksten. Ook vind ik het interessant dat we veel leren over stijlfiguren en uitdrukkingen die ook in het Nederlands gebruiken. Ik denk dat ik voor Latijn gekozen heb omdat ik dan na mijn 6 jaar Latijn een brede basis zou kunnen hebben voor mijn verdere studies aan de universiteit. Bij Latijn leert je ook studeren. In de klasse is er een echte werkersmentaliteit. En ook naast die mentaliteit, naast hard werken, is er ook heel veel vriendschap. Wordt er heel veel gelachen, heel veel plezier gemaakt. Maar ja, door Latijn kun je eigenlijk alle richtingen uit. Zo wil ik bijvoorbeeld later fysica gaan doen, zodat ik verder kan stoten naar sterrenkunde. En ik wil later graag kinderpsychologie gaan doen. Ik ga later ook willen werken in laborant met chemie en zo, biochemie. Ik wil graag filmregie gaan doen. En daarvoor vormt Latijn natuurlijk ook wel een culturele achtergrond die je altijd kan gebruiken. Voilà, zoals je ziet, we hebben je graag bij en nog veel succes met je studiekeuze.